Op dit moment werken we nagenoeg allemaal thuis. Laptops, iPads, videoconferencing, Skoola, YouTube, Netflix en allemaal smartphones en alles maakt gebruik van je wifi-netwerk. En die begint dan af en toe te piepen en te kraken. Daarom gaan we in deze video in op dat wifi-netwerk en hoe je die vooral veel beter kunt maken. Om te beginnen moeten we weten hoe het wifi-netwerk zich hier in huis gedraagt. Maar voordat we daarmee starten, eerst even een klein beetje uitleg over het verschil tussen een modem, een router en een access point. Je modem geeft je de internetverbinding van je provider. Je access point zorgt ervoor dat er een wifi-verbinding is waarmee al je apparaten in huis kunnen verbinden. En je router legt de link tussen al die apparaten en de internetverbinding van je provider. En al deze functionaliteiten zitten vaak in één apparaat die in je meterkast hangt. Nu we dit snappen, gaan we meten hoe je situatie thuis is. Daarvoor gebruiken we de app Wi-Fi Analyzer. Die geeft aan welke andere signalen er te vinden zijn op de verschillende banden en de verschillende frequenties. Maar daarover zometeen meer. Op iOS zijn alle apps betaald, dus ben je van de Apple spullen, kijk dan eens naar het programma NetSpot. Deze installeer je op je laptop en is zowel voor de Mac als voor Windows verkrijgbaar. Met de app Meteor kun je vervolgens kijken hoe snel jouw netwerkverbinding is op verschillende plekken in je woning. Stap 2 begint in de meterkast, want daar staat namelijk over het algemeen je modem router die tevens dus je access point is. En die meterkast is zelden de beste plek daarvoor, want dat signaal gaat alle kanten op en dus wil je dit apparaat ook zo centraal mogelijk in je woning plaatsen. Is dat nou niet mogelijk of wil je daarna nog meer bereik uit het apparaat halen, dan kun je vaak de externe antennes die soms bij zo'n apparaat zitten vervangen door andere antennes. En meer daarover en goede antennes die we aanraden vind je in het artikel wat we hebben geschreven over dit onderwerp. Nu dat access point op de beste plek in je woning staat, duiken we in de software van dat access point. We willen namelijk dat deze software of firmware up-to-date is. Dus druk eens op die update knop of gooi je type nummer in de Google en kijk of je nog nieuwe firmware kan vinden. Nu we de laatste of beste versie van je firmware hebben, gaan we de instellingen van deze firmware eens even nader bekijken. Nu wordt het even wat technischer. Wifi zendt namelijk uit over verschillende banden. De zogenaamde 2,4 GHz en de 5 GHz band. Die 2,4 GHz band is een oude frequentie en wordt vaak door al je buren gebruikt. Wat we willen is een frequentie die zo min mogelijk gebruikt wordt, zodat we ons eigen signaal erop kunnen uitzenden. En daar gaan we nu naar op zoek. Binnen de frequenties, zowel 2,4 als 5 GHz, kun je vervolgens kiezen voor verschillende banden. Binnen 2,4 GHz zijn dat onder andere 1, 6 en 11. Wat we willen vinden is een band die vrij is, waar geen of bijna geen signaal op zit. Waarom is dat? Wifi werkt als een soort walkie-talkie. En op het moment dat er één iemand praat, kan de ander alleen luisteren. En we willen dus een band vinden die vrij is, waar niemand op praat. Zoek dus eerst een vrije frequentie. Zoek vervolgens een vrije band en stel jouw access point daarop in. Wil je nog meer informatie hebben over die frequenties en die banden of dit eens even rustig teruglezen? Ga dan even naar het blogartikel wat we hierover schreven, want daar staat nog veel meer waardevolle informatie in. Ben je nou nerd of niet vies van een technische uitdaging? Kijk dan eens op openwrt.org en zie of je daar het type nummer van je hardware terug kunt vinden. Hier vind je open source firmware voor Legio netwerkapparaten. En zo geef je oude apparaten een tweede leven of je geeft je nieuwe apparaten die je al hebt veel meer functionaliteit. Maar let wel, betreden op eigen risico. Nu we alles uit onze bestaande hardware hebben gehaald, wordt het wellicht tijd om die hardware toch te voorzien van een update op het moment dat dit niet voldoende blijkt te zijn. Als je oude hardware vervangt door nieuwe hardware, krijg je vaak niet alleen veel beter bereik, maar ook een snellere verbinding. Dat komt omdat die nieuwe hardware nieuwe wifi-standaarden ondersteunt die vaak al door je nieuwe laptop of je nieuwe telefoon ondersteund worden. Dus nieuwe hardware betekent vaak en beter bereik en een veel snellere verbinding. Ben je nou een beetje nerd en heb je in je huis voldoende netwerkaansluitingen, dan is er eigenlijk maar één optie. En dat is deze Unify AP-ACLR. Die mag je lekker helemaal zelf configureren en hier heb ik er dan ook 3 van in mijn huis staan. Ben je nou wat minder technisch en wil je wat minder configureren, dan kun je kijken naar zogenaamde mesh-oplossingen. Daar krijg je meerdere apparaten van en die werken ook goed op het moment dat je minder netwerkaansluiting in huis hebt. Deze apparaten bepalen namelijk onderling hoe ze ingesteld moeten worden en wat de optimale configuratie is voor jouw woning. TP-Link maakt de Deco-serie. Ik heb daar zelf wat minder goede ervaring mee, maar online zijn de reviews zeer lovend. Het is ook een budgetvriendelijke oplossing.
Wil je en durf je wat meer geld uit te geven en ik zou je dat toch aanraden, dan zou ik voor de Netgear Orbi RBK 50 gaan. Heb je nou alleen op je studeerkamer of bijvoorbeeld op zolder een slechte verbinding en heb je daar geen netwerkaansluiting, dan kun je kijken naar zogenaamde powerline adapters. Meer daarover lees je in het blog en de link daarvoor vind je in de beschrijving van deze video. Nou kan ik me voorstellen dat het inmiddels allemaal een beetje is gaan duizelen of dat je nog extra vragen hebt. En daarom hebben we in ons artikel ook een FAQ staan met veelgestelde vragen. Heel veel succes met thuiswerken. We zullen het voorlopig maar even moeten doen met elkaar. Maar dan doen we dat in ieder geval over een zo snel mogelijk wifi-netwerk.